De krijgsraad heeft vandaag de veroordeling van 20 jaar celstraf bekrachtigd. Deze veroordeling was in november 2019 uitgesproken in de kwestie 8 december moorden tegen ex-legerleider Desi Bouterse. De ex-president meldde zich vandaag ziek en verscheen niet op de zitting. Advocaat van Bouterse, Erwin Kanhai, kwam ook niet opdagen. Zijn vervanger, Arjan Ramlakhan, zegt dat er hoger beroep wordt aangetekend in de zaak. De raadsman van de nabestaanden, Hugo Esset, zegt dat er in juridische termen geen andere uitspraak in deze spraakmakende zaak mogelijk was. In zulke gevallen, op zulke momenten, moet je gewoon afwachten. En elke verwachting is energie verspillen. Gewoon wachten wat er gebeurt. En ik ben niet ontevreden met wat er vandaag gebeurd is. Namelijk, de heer Bouterse is ook in verzet tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Wat was de verwachting, meneer Esset? Mijn verwachting was wel dat hij weer veroordeeld zou worden. Ja, dat had ik zeker verwacht. En dat kon ook niet anders. Juridisch gesproken kon dat niet anders. Dus dat was geen verrassing. Iedereen zat erop te wachten. Is er gevangenneming gelast? Nee, er is geen gevangenneming gelast. Waarom niet? Dat moet u aan de krijgsraad vragen. Daar kunnen allerlei redenen zijn waarom men nog niet tot aanhouding overgaat. Maar nogmaals, dat is niet aan ons om te beoordelen. En dat moet u dus aan de rechterlijke macht vragen. Esset zegt verder dat er geen zittingen meer gehouden zullen worden bij de krijgsraad. Als er daadwerkelijk beroep wordt aangetekend door de advocaat van Bouterse, zal de zaak verder afgehandeld worden door het Hof van Justitie. Esset zegt dat het te verwachten is dat de ex-legerleider weer gebruik zal maken van zijn zwijgrecht, omdat hij bang is dat hij daardoor door de mand zal vallen. Advocaat Kanhai verklaarde eerder dit jaar tijdens de zitting van 30 juli ook dat er geen gevangenhouding was geëist door de krijgsraad. Dat is niet gevorderd hoor. Ik weet niet hoe u daarbij komt. Dat is niet gevorderd door de auditeur militair. Oké, media bedankt. De krijgsraad deelde vandaag mee dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van het rechtsmiddel in verzet komen. Esset verwacht dat de ex-bevelhebber uiteindelijk wel achter de tralies zal belanden voor het medeplegen van de moorden. De advocaat benadrukte tegenover journalisten dat het vonnis van 20 jaar nu overeind staat en dat uiteindelijk op zeer kort termijn zal worden uitgevoerd met een gevangenneming. TVK program Imro Nasrullah jo Rotterdam ke rahine wala hai to Cloud TV par sabhi Bollywood Pakistani channels se aur aise bahut se channels sabhi khas Suriname ka channels sabhi Suriname ka news se jo ye khas decoder pe logo ko milta hai to is par Radio Studio Sangam ka program bhi aap log sun sakte hain Cloud TV ke zariye se Cloud TV jisme sabhi Asian channels hote hain aur beshak Suriname ka aur yani ki Suriname ka sabhi channels hai aur sabhi Bollywood hai sabhi Pakistani mazhabi dharmik channels hai jo log khaas taur se dekhne chahte hain sunne chahte hain radio bhi hote hain jis par Radio Studio Sangam ka program bhi aap sun sakte hain beshak Cloud TV pe Cloud ek ka ke sath K L O U D T V T V Cloud TV, सही वाला नहीं बल्कि का जो है का L O U D Cloud TV के जरिए से आप Radio Studio Sangam का प्रोग्राम भी सुन सकते हैं।